In het intieme theater van het Rosa Spierhuis in Laren vierde John Kraaikamp senior zijn 85ste verjaardag. Eindelijk ingemaakt. Uit handen van André van Duin ontving de komiek en acteur het oeuvreboek over zijn leven, geschreven door Xandra Knebel. Het werd een intieme bijeenkomst van familie, oude vrienden en geliefden. Ja, het is, er bestaat er niet één zoals hij op het toneel, die en kan ontroeren, en kan lachen, en gewoon ook heel goed kan spelen. En dat, dat eigenlijk iedereen van hem houdt, van hem wil houden. Ik heb al hem getypeerd als de oudste baby van Nederland die iedereen wil koesteren en aan de borst drukken. Het is zo'n dierbare vriend van ons, al zo lang, al uit de jaren 50, toen we hem zagen spelen op zijn bas in een kroegje in Amsterdam. En daar gingen we iedere week kijken, want het was zo'n onbeschrijfelijke komiek die daar stond te improviseren. En dat is eigenlijk voor een groot deel ook zo gebleven. Het is een mooie samenvatting, het is mooi, prachtig. En mooi dat hij het, want ik hoor net meer adressen luisteren, die het dan zelf niet meemaakt. Dat is dan jammer. Dus het is een geweldig naslagwerk en terugslagwerk. Ik denk dat hij zelf ook verbaasd is over sommige dingen. En denkt, oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Want de man heeft natuurlijk zoveel gedaan. Dat is, het is voor zijn fans, wat de velen zijn, een feest van erkenning en voor hemzelf ook. Zoon John Kraaikamp junior droeg op het podium nog een lied op aan zijn vader. Er woont een koning in het land van Rosa Spier. Een oude koning waar de mensen veel van houden. Hij heeft een kroontje op, gemaakt van krepapier. En het is mijn vader. Het is mijn pa. Het is die oude. Die een tukkie doet, zoals haast elke dag. Terwijl hij eigenlijk als koning van de lach. Als hij zou kunnen, zo weer de planken op zou willen. Ik maak hem wakker. We vragen hem. Pa, we zijn je pillen. Hij is dan even in verwarring, die ouwe. Zet je te dromen? Vraag ik. En hij knikt van ja. Ja, nou, de emotionaliteit is natuurlijk de ouderdom. En de broosheid. En dat maakt het natuurlijk dat iedereen denkt, ja, zo gaat het in het leven. En dat, maar er is natuurlijk ook oprechte bewondering van collega's die altijd wel weten dat hij natuurlijk een hele bijzondere carrière heeft gehad. En echt van onder naar boven is geklommen. En dat maakt het extra natuurlijk. Ik hoop dat ik hiermee bereik dat hij als meer herinnerd wordt dan alleen maar de komiek. Het gevaar is natuurlijk een beetje als je op tv bent, en dat was natuurlijk met name in televisiecomedies, dat alleen maar de komische kant wordt herinnerd. En ik hoop, acteurs schrijven hun naam in water, zei Sarah Bernhard ooit, dat schreef Johnny ook in zijn voorwoord. Ik hoop dat ik hier zijn geschiedenis in inkt heb kunnen schrijven, waardoor het voor een... In ieder geval publiek van liefhebbers, mensen die geïnteresseerd zijn echt in theater, die meer willen zien dan alleen maar de voorstelling. Ik hoop dat ik die daarmee hiermee kan pakken. En dan hoop ik dat ik het zo geschreven heb dat zelfs als ze geen fans zijn, dat ze denken dat is wel een bijzonder interessante geschiedenis, die wil ik helemaal uitlezen. Dat is een stevige hand.